Hallo mijn beste vrienden tuinliefhebbers. Weet u wat doet planten? Dat zijn er dahlia's. Wij zijn er gewend. Dahlia's kopen. Ja, begin februari komt die te verschijnen in de tuinwinkels. En verkopen die in kleine zakjes op zo'n manier. Kijk eens. Met zo'n wortels, hè. Zo, gewoon zo'n droge aardappeltjes. Zo'n. Als jij dat kiest, moet je zeker weten. Die aardappeltjes, zullen wij zo noemen. Zo. Dat maakt niks uit. Hoeveel zijn die? Die kunnen 2 of 3 zijn. Dat is niet erg. Maar belangrijk, die stengel, stuk van de stengel, die moet niet verrot zijn, die moet heel sterk zijn en dan moet je kijken rondom die stengel zullen knopjes zich ontwikkelen en van de knopjes komen zonnestengels te verschijnen. Die stengels zullen wel bloemen dragen. Zo. Die stuk moet heel zijn en die aardappeltjes moeten niet gebroken hier zijn, maar goed bij de stengel staan. Zo. Maar waarom neem ik die dahlia's niet uit de verpakking, gewoon droge wortel, maar zo uit de grond al met de stengels? Ik koop die, zoals jullie ook, in februari in de tuincentrums, in de winkels, en zet ik dan meteen in de grond. Want die aardappeltjes, plant van het begin, neemt alle voedingsstoffen uit die aardappels. Ja, zal ik zo noemen, uit de wortels. En als die volledig uitgedroogd zijn, welke voedingsstoffen kan de plant nemen? Niks. Dus als die nog hard zijn, niet te droog, zet ik meteen in de grond, in de potgrond gewoon, geef ik water en zo staan die. Dat plant, zo'n grote, vanaf februari gegroeid. Dahlia's zijn er heel trage groeiers. En als jij rechtstreeks in de lente in de grond zet in jouw tuin, die zullen bloemen geven voor jullie. Ongeveer in augustus en september, oktober. Maar als in februari, zo in de pot, zoals hier bijvoorbeeld, in de pot zetten, dan in april krijg jij al heel goede plant. Bijvoorbeeld dat. Ik heb die dahlia's al geplant en die eentje heb ik nog. Kijk eens, wat een wortelsysteem. Wat een wortelsysteem. En die plant start meteen. Want die dahlia's zijn er heel erg gevoelig voor de nachtvorsten. Dan mag je in de grond niet vroeger zetten dan die allemaal nachtvorsten zijn voorbij. Dus februari zetten wij in de grond. In april zetten wij in de openlucht al goede planten met goede wortels, met goede bladeren. En in einde van de mei, in juni, krijgen wij al bloemen. Dus wij hebben 2 à 3 maanden extra bloei van de dahlia's. Dat is heel erg leuk, want je krijgt heel de zomer jouw tuin volledig in de bloei. Dus ik hoop dat jullie zullen mijn tip adviseren. En dat helpt voor jullie. Dat zijn mooie bloemen van de dahlia's. Heel lang genieten van. En ik doe een gat graven
Hier heb ik van tevoren compost gebracht. Ik doe dat rondom mijn loganberry. Zo, rondom kleine plaatje. Heb ik compost gebracht. Gaatje gegraven. Goed water geven. Liter of 5, niet minder. Ik doe de plant zetten. Boven. Met de grond bedekken. Nog water geven. En dan pas alweer met droge grond bedekken. Zo. Zo gaat onze grond van zon niet barsten. En wij krijgen bloemen aan al na 1 maandje ongeveer. Veel succes. Daag!